allemaal, nou, je hebt het waarschijnlijk al wel gemerkt, of nou ja, waarschijnlijk, je loopt er gewoon in rond. De herfst is echt in volle gang. Overal zien we gekleurde blaadjes en het is ook best wel wat kouder. Nu zijn Larissa en ik niet super fan van dit seizoen, maar de laatste tijd begint het toch steeds meer te komen. En wat wel heel erg bij de herfst past, is natuurlijk pompoen. Ik moet eerlijk eigenlijk zijn dat ik pompoensoep nog niet eens heb gehad. Maar ik heb er wel echt extreem veel zin in. En we hadden iets ervan. Met pompoen kan je natuurlijk ook nog andere dingen gaan doen. En toen dachten we terug aan vorig jaar. Toen hebben we Thanksgiving gevierd. Dat is echt gewoon het ultieme pompoenachtige herfstmoment, vind ik zelf. En toen hebben we ook heerlijke pompoenbrood geprobeerd. Ja, we vierden namelijk Thanksgiving bij Donald in Amerika. Mocht je afvragen waarom we überhaupt Thanksgiving hadden gevierd. Toen had zijn vrouw pumpkin bread gemaakt en het is zeg maar niet heel erg zoet. Ook niet zoet of zo, maar we vonden het wel heel erg lekker, want het is een beetje kruidig. Nou, in Amerika kan je van die blikken met pompoenpuree kopen. Dat is echt super handig. Ja. Maar in Nederland, zover ik weet, hebben we dat nergens. Misschien ook wel. Als je weet waar dat te koop is, laat het even weten in de comments. We hebben het in ieder geval niet gevonden. En we gaan het dus daarom zelf maken. Op dit moment zit er een pompoen in de oven. Die hebben we helemaal fijn gesneden. En die zijn we gewoon even aan het roosteren of bakken. Mm-hmm. Zodat die helemaal zacht wordt. En dan maken we er puree van. En dan hebben we ook pompoenpuree. Dus het duurt een uurtje extra. Maar daarna kunnen we dan echt aan de slag. En wat we allemaal gaan doen, dat laten we zo aan zien. Voordat we verder gaan, vergeet zeker niet om een duimpje omhoog alvast te doen voor deze video. En natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En ja, let's get cooking. Daar is een klein beetje overstuur aan het raken, dus ik weet niet helemaal. Ze zijn iets bruiner dan gedacht, maar het zal vast wel meevallen met wow. De smaak. Het lijkt een beetje op zoete aardappel, hè, hoe het eruit ziet. Ja. Nou, we zijn nu de velletjes van de pompoen af aan het halen. Dat hebben we hier in de pan gestopt. En dat gaan we dan even pureren en dan gaan we even wegen hoeveel we hebben. En dan weten we hoeveel van de andere ingrediënten we erbij moeten doen. Het is wel redelijk goed gelukt, dus het moet allemaal goed komen. Dan gaan we nu verder met het maken van de pumpkin bread. En wat er allemaal in gaat, ga ik je nu laten zien. We hebben hier 2 kommen en we gaan nu eerst even alles in deze doen. En we beginnen met 1,5 cup suiker. Ik heb hier 1 cup wit suiker en 1,5 cup met bruine suiker. En we hebben verschillende recepten gezien voor pumpkin bread. De een doet het met witte suiker en de andere met bruin. Dus vandaar dat wij eventjes een mixje maken. Dan heb ik hier 1,5 cup olie. We gaan er nog 2 eieren in. En nummer 2. En dan moet er nog pompoen in. Het is allemaal gemeten in ounces. Dus dat hebben we omgerekend naar een heel lastig cijfertje. 226,8 gram pompoen. Oh ja, nou dit is prima. Het is iets meer, maar het zal wel oké zijn. Nou, dit gaan we met elkaar mengen. Het is echt mega veel suiker. Ik ben ook wel blij dat we voor die bruine suiker hebben gekozen. Want dan ziet hij net wat donkerder en herfstachtig uit. Dan mengen we in een andere kom bloem. En eigenlijk de rest van de droge ingrediënten, dus ook de kruiden. Nou, in Nederland zijn die speciale pumpkin, of hoe noem je die kruiden? Pumpkin spice. Pumpkin spice kruiden zijn iets moeilijker verkrijgbaar. Maar wat er wel heel erg op lijkt en super makkelijk verkrijgbaar is, zijn deze koek- en speculaaskruiden. Het is vrijwel gewoon hetzelfde. Daar gaan we 2 van deze lepeltjes toevoegen. 1. Zo. Oh. Nog een snuf. Doe maar nog, ja. Zo. Nog iets. Nog 1 snuf. Yes. Hopsa. Gaat er nu 1 teaspoon van de baking soda bij. Yep. Dan 1,5 teaspoon van de baking powder, of ook wel bakpoeder genoemd. Yes. En 1 teaspoon met zout. Oké. We hebben hier 80 ml water. Het lijkt echt heel erg weinig. En dit gaan wij bij de droge ingrediënten toevoegen. En dat mengsel gaan we daarna toevoegen aan het mengsel met de pompoen en de suiker. Dat ziet er inmiddels echt een beetje stroperig uit. Een beetje creepy eigenlijk. Maar het ziet er tegelijkertijd ook wel weer heel lekker uit. Zeg maar, waarom moest het hierbij? Ik heb geen idee waarom het hierbij moest. Dus ik las het echt hoor, maar ik vind het even niet logisch. Want nu krijg je juist klonten. En nu een ik ben ook een beetje sceptisch, maar laten we het maar gewoon doen. Afwisselend bij de natte ingrediënten. Dus ik doe gewoon een schepje. Ja, dit is echt gedoemd om te falen. Zijn dat klonten? Ja.
Ja, Larissa zegt dat dat een typisch geval is als Larissa in de keuken is. Want ik zei nog net tegen Larissa, ik zeg, het is dan niet logisch om dan het water wat nat is bij het drogen te doen. Ja, dat lijkt mij ook niet hoor. Maar goed, kleine fout. We gaan het nu gewoon samenvoegen en dan gaan we heel hard mengen, zodat alle klontjes eruit zijn. En ja, dan gaan we desnoods over zeven of zo. Het komt helemaal goed. Nou, sorry hoor jongens, dat het eigenlijk bij mij nooit in één keer goed gaat met recepten lezen. Maar wat we nu hebben gedaan is de mixer erbij gepakt. Dat is geen goede zin, maar we hebben de mixer erbij gepakt. En Tara heeft eventjes het beslag goed gemixt. Ja. En het ziet eruit alsof de meeste klontjes er wel uit zijn. Dus het gaat helemaal goed komen. Het ziet er echt heel goed uit. Als je zo ziet, dan ja, het is vrij dik. Maar het is niet zo vreselijk als wat je net zag. Dus ik denk dat het toch allemaal gesaved is. Is het slim om dit in één hand te pakken? Ik ruik bijna maar niks. Nee, hè? Ik had net ook even geroken. Ik ruik wel pompoen, maar voor mij mag er nog wel een snuf of 5 bij. 20. 1. Meer. 2. Meer. 3. 4. 5. Nog iets meer. 6. 7 dan. Dat is mijn lucky number. Dus ik zal even een laatste sniftest doen. Je ruikt geen verschil. Nee, hè? Het is gek dat je het niet ruikt, maar er zit gewoon wel best wel veel in. Dus ja. Ik ga ervan uit dat het wel lukt. Oeh, yeah. In plaats van dat wij de cakevorm gaan, hoe heet het ook, beboteren, doen we gewoon een bakpapiertje erin. Want Tara die vond dat wel bourgondisch eruit zien. Nou, ik geef je gelijk. Ja, voor twee keer zo de zijkantjes. Niet te vergeten natuurlijk. Nou, het is heel erg belangrijk dat dit straks niet te ver omhoog staat. Want stel dat hij de bovenkant van je combi-magnetron raakt, wat mij dus laatst is overkomen, dan vliegt alles gewoon in de fik. Oh, en dat God is best wel gevaarlijk. Die zijkantjes zitten daar een beetje vervelend, maar... Oh. Oeh, hij vult lekker mooi op ook trouwens. Het is ook, wacht even, dit papiertje die gaat naar binnen. Maar zou ik alles kunnen doen? Ik denk het wel, makkelijk. Oké, we zijn alvast aan het snoepen. Het smaakt echt super lekker. Super lekker. Het smaakt heel erg, ja. Dan proef je die kruiden heel erg goed. Het is niet super zoet, zeg maar. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Hoewel er wel eigenlijk heel veel suiker heel veel, in zit. Ja, dat bedoel ik. Er zit eigenlijk heel veel suiker in. Dus ik had verwacht van ik ga achterover slaan. Maar dit is wel echt lekker kruidig. Dit wordt volgens mij super lekker alvast. Ondertussen is de oven voorverwarmd. Dus we kunnen deze erin gaan zetten. Daar gaat hij. Zo, ik had de timer op 25 minuten gezet, zodat we het een beetje in de gaten kunnen houden. En ook omdat we nu de walnoten erop kunnen gaan leggen. Dus de timer is nu net afgegaan. Dit is hoe de cake, of het brood eigenlijk, er tot nu toe uitziet. En het ziet er heel erg goed uit. Hij is nog wel heel erg zacht, zoals je kan zien. Een beetje blurrig, ja, in het midden. Dus hij moet nog wel even. Oeh, yum yum yum. Nou had je natuurlijk ook nog walnoten in het beslag kunnen doen. Maar wij hebben er niet voldoende om echt alles met walnoten te doen. Dus bovenop en in het beslag. Dus vandaar dat we het alleen erop doen. En mocht ook iemand dus niet van walnoten houden. Dan is het ook wel heel erg fijn dat die persoon dus gewoon heel makkelijk eraf kan halen. De timer wordt weer ingesteld. En we gaan nog eventjes wachten. En dan gaan we zo meteen jullie laten zien hoe die eruit ziet. Oh, en ik ben niet scherp. Jongens, goed nieuws. Pumpkin bread is klaar en hij ziet er echt geweldig uit. Hij heeft er iets langer in moeten zitten dan we eigenlijk hadden verwacht. Hoe lang heeft hij nu erin gezeten, denk je? Ik zou zeker zeggen richting 45, 50 minuten misschien. Ja, wel een uurtje denk ik. Ja. Maar ik heb ook een combi-magnetron en die doet er gewoon altijd veel langer over. Dus ik denk, het ligt een beetje aan je oven, ja, hoe lang die moet. En ik heb hem van 180 graden naar 200 gezet op een gegeven moment. Dus als je deze ook straks gaat uitproberen, zorg ervoor dat je gewoon eventjes wat eerdere timers zet. Zodat je het een beetje in de gaten kan houden. Fresh from the oven. Tada! Wauw, het ziet er echt zo lekker uit. En met die noten zo lekker erop. Maar dit is een beetje spannend. Moet ik helpen? Lukt het? Oh, there we go. Kan hij iets sneller afkoelen? Ja, want ik wil hem zelf nog wel een klein beetje warm hebben. Maar hij is echt nu gloeiend heet. Gloeiend heet. Uit de oven. Ja. Maar hij ziet er zo lekker bourgondisch uit. Ja, dat komt door de papieren. Dit is gewoon herfst in een brood. Of een cake. Ik vind, ja. Brood is het echt. Brood. Oh, de eerste plak. Wow. Oh, hij ziet er echt precies uit zoals het hoort. Hij is ook helemaal gaar van binnen. Niet te droog. Helemaal niet nat. Ik heb jullie weer in het keukenkastje neergezet. En hij is echt nog heel erg heet wel. Maar ja,
We kunnen gewoon niet wachten. Maar we gaan even proeven. En nogmaals, het is dus echt pumpkin bread en geen pumpkin cake. Dus hij zou niet te zoet moeten zijn. Ondanks alle suiker die erin zit. Oh, hij is echt nog heel heet. Ah. Cheerio. Lekker. Hij is echt goed gelukt. Ja. Zoals die hoort. Dus zeg maar kruidig. Wel een beetje zoet, maar niet te zoet als een gebakje. Maar ook zeg maar niet heel erg broodachtig. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is zeg maar ook nat, maar niet te nat. Droog, maar niet te nat. Ja, hij is echt perfect. Ik denk dat Donald wel echt heel erg trots zou zijn. Puur omhoog. Nou, we hebben hier nog eventjes wat foto's gemaakt die we op onze blog gaan laten zien. Dus wil je zien hoe deze er super mooi gesteld uitziet. En natuurlijk voor het hele recept, dan moet je even naar onze blog. En we hebben nog wat extra plakjes genomen. En ik kan er gewoon echt geen genoeg van krijgen. En ik denk ons, wat we nog wel even hebben beseft, het is echt gewoon een hele goede mix tussen brood en cake. Ja, het is zeg maar wel echt de textuur van cake. Eigenlijk is het geen brood te noemen. Mm-hmm. Maar, en hij is ook wel redelijk zoet, maar niet zo zoet als een cake. Dus ja. Ik weet niet zo goed waarom ze het pumpkin bread noemen, want ik zou er geen boter op smeren of iets anders. Maar ja. Hij is echt heel lekker. Ja, lekker gewoon met een theetje, koffietje erbij. Ben je echt een zoete kou, dan kan je misschien nog wel iets van een frosting of een glazuur eroverheen doen. Maar ik ben een zoete kou en ik vind dat het niet nodig is. Dit is gewoon een herfst in een bakblik. Nou, heb je nu honger gekregen en wil je het hele recept zien zodat je hem ook kan namaken? Ga dan vooral eventjes naar onze blog endlessweekend.nl. Daar wordt het hele recept uitgeschreven, inclusief supermooie foto's. We zijn heel erg benieuwd of jullie misschien het pumpkin bread überhaupt al kenden of misschien nog helemaal niet. En wat jij misschien heel erg lekker vindt met pumpkin erin, het kan alles zijn. Misschien ook als er letterlijk geen pumpkin in zit, zoals pumpkin spice latte. Laat het even weten in de comments. Laat ook vooral eventjes weten wat jouw favoriete onderdeel is aan de herfst. Of winter. In ieder geval aan deze koude periode. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En geef deze video ook een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En dan zien we je heel erg graag terug in de volgende video. Doei! Doei.